Laurens, na een wedstrijd 90 minuten vol strijdlust, loopvermogen en echt af en toe goed voetbal zonder heel veel weinig kansen, eindigt hij in 1-1. Terecht? Ja, op basis van de eerste helft waar Zilvolde toch de overhand had en toch wel de wedstrijd aardig bepaalde. Ik denk dat wij met uitzondering van de tweede helft met de spelervattingen, die heel moeilijk te verdedigen zijn, toch controle in de tweede helft voetballend in ieder geval op de wedstrijd hadden. Je zegt dat de eerste helft de volle beter was. Dat bleek ook. In de rust heb je een aantal wissels gedaan. Waarom? De eerste wissel hadden we toegepast omdat we van formatie gingen wijzigen. Omdat we spelen eigenlijk van een 4-1-3-2. En we vonden dat we te weinig controle op het middenveld hadden. Dus we zijn met 4-2 mensen een blok gaan spelen. Waarbij dan Joey wat meer aanvallender kon gaan spelen. Dus ja, dat pakte prima uit. En de tweede wissel was wat noodgedwongen. Omdat Wouter Pillen vanuit het duel in de eerste helft. Dat kopduel zeg maar toch... dusdanig geblesseerd raakte dat hij duizelig was en dat hij niet verder kon spelen. Dus ja, daar hadden we al een beetje rek mee gehouden, want het zat al een beetje aan te komen. Maar hij was niet weggenomen om toch een dubbele wissel toe te passen. Omdat we de eerste wissel in tactisch opzicht sowieso al wilden nemen. En dat met de groep in de rust ook besproken hebben, hoe ze zich daarbij voelen. We hebben dat wel eens vaker gedaan, het pakte niet goed uit en vandaag pakte het er wel goed uit. Kijken naar die wissels, tweede helft had... Denk ik ergens, het is misschien een optisch overwicht, zonder tot heel erg veel echte kansen komen, maar dreigend was het altijd. Ja, als je kunt beschikken over Jos en Joey als aanvallers, waarbij Jens vandaag als aanspelpunten wel prima functioneerde en de ballen kon doorbrengen. Ja, dat zijn natuurlijk twee spelers waar je voor komt kijken. Absoluut, en ook lekker als trainer dat je gewoon spelers hebt die gewoon een wedstrijd in een seconde weer om kunnen draaien. Ja, dat klopt. Kijk, Joey zat toch in het begin van het seizoen wel wat minder in zijn vel. Om misschien met vakanties te maken, wat later terugkomen. Maar ik vond hem vandaag heel sterk spelen en heel bepalend. Misschien wel de beste man van het veld, vond ik wel. Waarbij Jos ook het prima deed. En Jos heeft er nu alweer 5 goals in liggen in 4 wedstrijden. Elk jaar de topscorer. Nou, de eerste klas is, een hoofdklas is of tweede klas is. Maar als je over zo'n speler kunt beschikken, ja, dan mag je alleen maar blij zijn als trainer. Vond je het vanavond reclame voor het amateurvoetbal hier in de Achterhoek? Ja, dat gaat... Twee hoofdklasses? Ja, dat gaat nog iets te ver. Want ik denk dat daardoor de wedstrijd, dan moet hij eigenlijk 90 minuten goed zijn. En dat was hij vandaag niet, zeg maar. Beide ploegen waren één helft wat bepalend. En het zou mooi zijn dat je beide ploegen dan 90 minuten vol aan de bak gaan. En de eerste helft waren wij wat onderdanig en de tweede helft beter. Dus ja, ik vond wel ik denk dat het publiek wel een lekkere wedstrijd was. Er was veel strijd en... Absoluut. Ja, en veel tempo. Hè. Ik denk dat het ook een hoog tempo was. Je kunt ook zien dat ze volle op laatst vrij vermoeid was. Ja, we hadden in de rust al gezegd. Dat is, hoe ze de eerste helft speelden, ja, hoe het ook went of keert, dat houden ze nooit vol. En dat bleek ook wel. De tweede helft kon ze niet meer die druk zetten wat ze de eerste helft wel af en wel deden. Maar denk, dat had wel mee te maken met de omzetting te maken. Op een gegeven moment raakten ze toch aardig die grip kwijt. Kijk, ze speelden met Meijer en met Crossen vrij diep. En bij Blasman houdt ook in dat je achter Crossen en Meijer heel goed kunt voetballen op het middenveld. En de eerste dan moest Joey nog te vaak achter Crossen of Meijer mee aan samen met Maarten Winkel. En we hebben gezegd, nou, dan Remco erbij zetten. Dan kan Joey en Jos daarachter gaan voetballen. En dat gebeurde twee helft prima. Omdat die ruimte tussen Crossen en Meijer naar de verdediging en naar de verdedigende middenvelden gewoon te groot is om dat te belopen. En als je daar tussenin gaat spelen, wat we toen deden, ik denk dat ook de... Want hij heeft de rust ook wel duidelijk over gehad, want daar ligt de mogelijkheden. Ja. En dat gaat er goed uit. Ja. Zwolle is natuurlijk een ploeg die RKZVC goed kent. Misschien is het wel jullie voordeel dat heel veel teams RKZVC niet kennen. Met de extra kwaliteiten die ze vooral voorin hebben. Ja, goed, dat klopt. Dat is ook zo, zeg maar. Dat is eigenlijk de eerste wel tegen EHC Heurts. Die kennen ze helemaal niet. En toen schopte Jos gelijk weer 2-1, zeg maar. En we hebben nu twee ploegen gehad met Longa en Zwolle die ons heel goed kennen. En dan kon je ook wel zien dat Zwolle probeerde ook een beetje Jos eruit te halen. Was de eerste al wel aardig lukte. Maar het tweede al kregen ze ook geen grip meer op, zeg maar. En, dus volgende week weer 3 punten? Nou, ik weet niet. Volgende week hebben jullie aan 31 ook weer een geduchte tegenstander. Ik vind toch wel goede ploegen. Ik heb nu een aantal ploegen al gezien. Ik heb jullie aan vorige week gezien. Het zal elke week een strijd worden. En je zal elke week vol aan de bak moeten. Maar dat geldt voor ons, dat geldt voor Zilvolde, dat geldt voor Longa, dat geldt voor iedereen.